Ja, stripvrienden, het is een trieste realiteit, maar het najaar is begonnen. Maar dat heeft ook alweer voordelen, want het najaar brengt allerlei strip-evenementen met zich mee en brengt ook weer nieuwe strips mee. Want in de zomer dan komen er vrij weinig strips uit, maar in het najaar dan komen er weer heel veel mooie titels uit waar we uit kunnen kiezen om te lezen. En elke uitgever heeft zo zijn eigen manier om, ja, En elke uitgever heeft zo zijn eigen manier om de komende titels aan zijn publiek voor te stellen. Sommigen doen dat gewoon via een nieuwsbrief. Dan krijg je gewoon een e-mailtje met daarin de titels. Soms kun je dan even doorklikken en dan krijg je wat meer informatie. Of kun je alvast een aantal pagina's lezen. Toch zijn er ook verschillende uitgevers die dat nog gewoon met een ouderwetse catalogus doen. Van het jaar kreeg ik van Scratchbooks deze catalogus. Ja, je ziet hem natuurlijk al, hè. De balling van Erik Kriek op de voorkant. Ja, en daarin, nou, dan moet ik natuurlijk niet die pagina pakken. Nou, daarin een overzichtje van de boeken die er in het voorjaar uit zouden komen. Ja, nu met het najaar hebben ze nog weer een catalogus gestuurd. Maar die ziet er toch even ietsje anders uit. Die ziet er namelijk even zo uit. Zie je even het verschil? Ja? Hij voelt ook veel mooier aan. Hij is prachtig gedrukt. Met een... Natuurlijk ook even de achterkant. Nou, laten we deze catalogus even... Hoppatee, daar zetten. Zo. Ja, de najaarscatalogus van Scratchbooks. Wat gaan ze allemaal voor moois brengen? Ja, weet je, laten we hem even wat nader bekijken. Nou ja, je ziet meteen al die prachtige tekening aan de binnenzijde. Dat is heel erg mooi. Er wordt al meteen in de inhoudsopgave, zie je al in een oogopslag even wat er allemaal gaat komen. Maar het is natuurlijk leuker om even wat verder te kijken. Nou, er zijn natuurlijk ook wat boeken die erin staan die al uitgebracht zijn. Zoals natuurlijk het prachtige boek Taxi van M.E. de Jong. Ja, die heb ik ook al besproken. Echt een fantastisch boek. En natuurlijk, dan is die nog een keer De Balling van Erik Kriek. Maar er staat vaak ook nog wel even wat extra's bij. Bijvoorbeeld even andere boeken van Erik Kriek die bij Scratchbooks ook zijn uitgebracht. Dus nou, dan heb je meteen even een overzichtje. En een heruitgave van het boek H.P. Lovecraft, Het Onzienbare en Andere Verhalen. Nou ja, en je ziet ook meteen weer een mooie voorbeeldpagina dat je een indruk krijgt van die prachtige tekenstijl. Ja, wat dat betreft ben ik inmiddels wel een liefhebber geworden van het werk van Erik Kriek. Nou, Hilda heb ik ook al eens besproken. Fantastisch! Het is officieel een kinderstrip, maar ik heb toch wel heel erg genoten van het boek wat ik gelezen heb. En het is nu ook op Netflix te zien als tekenfilm. Het Omgeval, dat is ook wel een boek waar ik al heel wat recensies van gelezen heb. En eigenlijk is iedereen laaiend enthousiast over dit boek. En als ik het zo zie en lees waar het over gaat, ja, dan snap ik dat wel. Jacques Tardy en Jean-Patrick Manchette, die hebben ook een prachtig boek samengemaakt. Niet zozeer een boek, maar een scheurkalender van Wasco met zijn penguins. Erg leuk, Michael Minnebo heeft daar een aantal video's over gemaakt. Heel erg tof. Stemmen in het Duister van Uli Lust en Marcel Beyer. Dat is een boek wat mij eigenlijk wel heel erg aanspreekt. Vooral vanwege het idee erachter. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En iemand is gefascineerd door het opnemen van allerlei stemmen. De Magneet van Lucas Harari. Dat ziet er ook wel heel erg mooi uit. Maar vooral even qua tekenstijl. Dat is echt wel een boek waarvan ik denk van... Wauw, dat wil ik wel eens lezen. Ja. Als ik dan dit even zie, hè, die tekeningen, wauw, dit ziet er ook heel erg mooi uit. Weten hoe de wereld klinkt, van Giacomo Bevilacqua. Een mooie naam om uit te spreken, weer een Italiaanse naam, maar een prachtig boek qua tekenen. Nou ja, ook weer niet echt een boek, maar een serie hele mooie prenten. 32 prenten van Joost Zwarte. Ja, prachtige klare lijnstijl, daar ben ik een hele grote fan van die stijl. Het tweede deel van de Kennedy Files ziet er ook wel heel erg mooi uit. Dit is ook wel een heel bijzonder boek als ik dit even zo zie. Hondsdol van Victor Meijer. Een hele mooie stijl ook. Het konijn van Sasha Jovanovic. Nou ja, science fiction. Dit is, wordt ook aangegeven dat dit de eerste science fiction uitgave is bij Scratchbooks. Ja...
Milan Hulsing, de smokkelaar. Ook, ja, weet je, eigenlijk hè, eigenlijk als ik dit gewoon aan het lezen ben, dan heb ik zoiets van, het zijn gewoon allemaal hele toffe boeken. Die me eigenlijk allemaal wel aanspreken. Hè? De gevoelige mannenclub van Michel van der Pol. Ook alweer heel bijzonder getekend. Ja, Benjamin Renner staat er nog even in van De Grote Boze Vos. Dat vond ik een heel tof boek. De Gevaarlijke Dames, een ballade van Delphine en Anna-Elle Hermans. En natuurlijk nog even een overzichtje van alle hele mooie luxe uitgaves die Scratch ook biedt. Ja, en dan nog even wat meer. Je ziet het, hij zit gewoon chockvol met fantastisch mooie boeken. En er zitten een aantal boeken bij die me al heel erg aanspreken. Ik ga zeker kijken of ik een aantal titels ook kan bespreken hier op mijn YouTube-kanaal. Maar jullie hebben daar ook wel een zegje in. Heb je titels gezien in deze catalogus waarvan je denkt van, god, dat lijkt me nou echt een heel tof boek. Daar zou ik best wel eens een vlog van willen zien. Laat het weten in de comments. Het boek wat de meeste stemmen krijgt, nou ja, daar kun je van uitgaan dat daar wel een vlog van gaat komen. Daar ga ik wel voor zorgen. Dus, maar daarbuiten, je ziet wat voor moois Scratch Books in de aanbieding heeft. Nou, zit er iets bij, hou je stripwinkel in de gaten. En zodra het uit is, wacht niet op een vlog van mij, maar ga het gewoon lekker halen. En ga het vooral lezen, want daar zijn die boeken voor gemaakt om er lekker van te genieten. Nou, ik wilde dit gewoon even met jullie delen, want dit is ook wel eens leuk, hè, zo'n mooie catalogus, dat je een beetje lekker gemaakt wordt voor al die mooie boeken die eraan zitten te komen. Goed, ik hou het hier verder bij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.